Ik ben al bijna een uur aan het wachten. Het wordt gewoon bijna licht. En Chance ligt nog steeds hier. Ze ademt wel. Maar ze is oud gegaan. Chance. Chance. Ik weet niet wat ik moet doen. Chance. We trekken gewoon de pijl in. We gaan eens gewoon een nacht lang helemaal naar de tyfus zuipen. Chance! We zijn in het ziekenhuis. De dokter zegt dat ze waarschijnlijk een paniekaanval heeft gehad en daardoor buiten westen is geraakt. Alleen haar broer mag erbij. Waarom moet je zo nodig Chance overal mee naartoe nemen? Ik heb haar niet meegenomen. Ze is uit zichzelf gekomen. Ga toch je pep! Maar wat deed jij eigenlijk in dat moeras? Goed nieuws. Janine is bij. Ze is aanspreekbaar. Maar ze willen dan nog een nachtje hier houden. Voor het uitvoeren van wat testjes. Dit is jouw schuld! Niet waar. Wel waar! Als jij nou teruggekomen was, dan was er nooit gebeurd. Fucking bitch! Jongelui, jongelui. Dit is niet de plek en de gelegenheid. Sanne, misschien moet je Janine wat rust gunnen. En het is beter dat het filmen stopt. In naam van de Heer. Godverdomme, Sanne! Liegen tegen mij, tegen Connie. Logeren bij Chance. Om daar midden in de nacht de pijl in te trekken. Is onverantwoord. En leg dat ding weg! Ja, pap. Lieve schat, ik wil jou niet ook nog eens kwijtraken, ja? Sorry, pap. Maar je gelooft toch niet echt in die verhalen van rare wezens en zo? Maar pap, ik heb ze op tape. Kijk, en als jij me niet gelooft, dan ga ik echt nu naar het moeras. Niks van, no way. Jij gaat niet terug naar dat moeras. Jij blijft thuis. Ja. Wat? Ja, het ligt ook gevoelig voor je vader, hè? Je moeder, toen, die zag ook allemaal dingen die er niet waren. Kijk, ik zie geen dingen die er niet zijn. En begin alsjeblieft niet over mijn moeder. Echt niet. Zeker jij niet. Hey. Hoe voel je? Ja, het gaat wel iets beter. Ja. Fijn. Ja, maar wat was dat vannacht? Wat? Wat was wat? Die vent. Of een vent? Weet je dat niet meer? Wat? Wat weet ik niet meer? Maar Chance, we zijn ons toch vannacht helemaal de tering ingeschrokken? Ja, ik schrok vooral omdat jij zo erg schrok. Wat? Ik weet niet. Een man? Het was echt pikdonker en ik was super bang en toen begon jij te gillen. Hè? Nou, ik weet niet, misschien heb ik gaten in mijn geheugen of zo. Ik ben ook even oud geweest. Ik heb een vent gezien. En ik heb het op camera. Ben jij nou hier? Je moet Chance met rust laten met dat gefilm van je. Dan ga je niet gewoon terug naar Utrecht. Ja, ik wil eerst heel graag weten wat jij precies in dat moeras deed. Hoe bedoel je? Gewoon. Ik was daar om mijn vriendin te halen, omdat jij dus zo nodig de pelen moest trekken. Hé, ik ben daar zelf naartoe gegaan. Chance, nu even niet. Kos, hoe wist je dan precies waar wij waren? Hé, hey, oh. Hoi, Sanne.
Ben je oké? Ja, alleen het gaat niet meer zo goed met opa sinds ons laatste bezoekje. Oh, shit. Ik wil hem heel erg graag spreken, want ik ben dus in de pil geweest. Nou ja, dat kan echt niet, Sanne. Hij eet niet meer, hij drinkt niet meer. Oh. Hij slaapt niet eens meer. Maar kijk, het is echt 2 minuutjes en ik ben zo weer weg, beloofd. Alsjeblieft niet, nee. Nee. Oh, op. Nee, alsjeblieft. Sanne, alsjeblieft. Sorry. Ik trek het niet meer, Sanne. Sorry. Ik heb gevraagd hier niet te komen. Sans heeft heel veel geluk gehad. Waarom geloof je me niet? Kijk, ik dacht dat jij me zou helpen, maar tot nu toe ben je me eigenlijk alleen maar aan het tegenwerken. Sanne, ik wil niet dat jou iets overkomt. Dit gebied is onveilig. Vanaf nu verboden terrein. Ja? Dus wegwezen. Ja. Hé, Boele. Hé, Sans. Hey. Mag ik jou wat vragen of heb jij ook een spreekverbod van mijn vader? Sanne, je moet het je vader niet kwalijk nemen dat hij boos is. Hij houdt van je en hij wil je beschermen. Ik heb hier vannacht een man gezien. Hoe bedoel je? Een man met een gruwelijk verminkt gezicht. Boele, er klopt hier echt iets niet, ik zweer het je. Ja. Jij moet het onderzoeken. Nee, Sanne, ik weet het niet. Ja, maar dat deugt hier echt iets niet, Boele. Doe het dan voor mij. Please? Oké. Ik zal kijken wat ik kan doen. Ik ben dus research aan het doen naar oude legendes van de Peel en ik vind net echt een bizar verhaal. Oké, blijkbaar was er dus vroeger aan de rand van de Peel een gesticht. En toen is er op een gegeven moment brand uitgebroken en zijn de patiënten dus massaal de Peel ingevlucht. Dus ik... Hi, Spielberg. Pos. Ik kom even sorry zeggen, sorry. Ik had me niet zo mogen gedragen. De grote Pols die zijn excuses komt aanbieden. Nou, daar bonderen zien de wereld nog niet hoe daar. Kom op, Sanne. Ik ben serieus. Ik heb iets voor je meegenomen. Wat dan? Maar je krijgt het alleen als je teruggaat naar Utrecht. Oké, wat heb je meegenomen dan? Nee. Oh, nee. Ben je helemaal ras geweest? Uh-huh. Maar ga terug naar Utrecht. Ja. Kappen met filmen. Ja. Kijk, nu zullen jullie zien dat ik gelijk heb. Lucas, wat is er? Wat is er? Sanne? Ja? Waar hebben we naar zitten kijken? Naar die vent. Toen naar die gedaante. Ga nog eens. Ik zie eigenlijk niks geks, hoor, Sanne. Maar je hoort toch een schreeuw? Sanne, een kraai? Of een Vlaamse gaai? Wat? Nee, je ziet toch een gezicht? Je ziet toch 2 ogen? Ja, maar dat kan toch van alles zijn? Is niets duidelijk. Hé, maar... Ik zie voornamelijk veel ruis. Ruis? Groen-zwarte blur? Wat? Sanne, dit moet stoppen. Je beeldt je dingen in. Lieverd, je ziet dingen die er niet zijn.